Everybody, thank you for watching this catalog launch. I'm working today with the hot air balloon stem set, and because my English is not very well, I will go on in Dutch. So all the measurements are in centimeters. Thank you. Well, this seems like a normal ordinary card, but it has a surprise inside. Isn't it nice? Well, I go on in Dutch now. Wat heb je nodig? Je hebt nodig een basiskaart in 14,5 bij 21. En die heb ik gerild op 10,5. Dan hebben we een stukje basic white. En oh, het staat hier 5,5 bij 9. Ik heb een stukje lemon lolly. En dit is 4 bij 13,5. Dit is lemon lolly in 10 bij 14. En dit is lemon lolly in 6 bij 9,5. Dan hebben we nog de zetpapier. 10 bij 14. En het reststrookje 1,2 bij 10 voor de binnenkant. Ik heb een ballonnetje gestanst en ik heb dit gestanst. Dit voor de versiering van de ballon en natuurlijk het mandje eronder. En verder heb ik ook nog drie hartjes gestanst met de stansenset van de Hot Air Balloon. Goed, laten we gauw aan de gang gaan. Deze ga ik gewoon netjes vouwen. Hier komt het designpapier op. Van 10 bij 14. En ook dit designpapier komt uit dezelfde suite, dus uit de Hot Air Balloon suite. Productpakket. Dan heb ik op het wit heb ik gestempeld en dat daarna op het geel geplakt. En dit komt in het midden van de voorkant van deze kaart. Dus nog niet zo erg moeilijk op dit moment. De verrassing komt zo meteen aan de binnenkant. Hier komt de ballon op. Die heb ik ondertussen al in elkaar gezet. En het mandje. Zo. En de ballon doe ik met wat dimensionals. Zo. De front. Not so difficult. Niet te moeilijk doen, hè, in het begin. Dan ga ik deze ook aan de binnenkant plakken. Dus deze is weer 10 bij 14 in de kleur lemon lolly. En dit strookje designpapier plak ik hier aan de onderzijde. Leuk om je restjes net te verwerken en de binnenkant er nog iets leuker uit te laten zien. Zo. En dan gaan we aan het moeilijkste van de kaart beginnen. The most difficult part of this card is this. The mechanism for the pop-up. Dus het mechanisme om hem op te laten poppen is eigenlijk het moeilijkste. En ook dat is niet heel moeilijk. Want dit is wat we gaan doen. We gaan hem aan de korte kant rillen op 1 centimeter. En aan de lange kant, dus aan deze kant, op 3 centimeter. En ik markeer op 6 centimeter en dan ga ik diagonaal. En ik ga vanuit die hoek nog diagonaal rillen. Zo. Dus ik pak eventjes mijn trimmer erbij.
kant op 1 centimeter. En op de lange kant op 3 centimeter. Zo, het ziet eruit als dit. En ik heb hem aan de verkeerde kant gereeld. Wrong side. Doe het over. 1. I had a spare piece. En met, ik wil nu hier die 3 centimeter hebben. Dus de 3 centimeter is om de left side. Zo. Dit is een beetje. It is the last day of the year over here. I'm not filming this and I'm sorry, but they are just lighting some fireworks. So I'm sorry for the noise. I thought it was alright. It's 1 o'clock in the afternoon, so it should be. There shouldn't be fireworks. But yes, there is. Okay, I'm gonna mark the 6 centimeters. Ik ga op 6 centimeter een kleine markering zetten. En dan ga ik hem diagonaal rillen. En hij moet, it has to cross this point. En van dit punt naar daar ga ik ook rillen. Dus nu ziet het er op deze manier uit. En dit stukje, wat ik gearcheerd heb, dat gaan we wegknippen. Dus dit. En dat rechte stuk knippen we weg. Dan gaan we alle lijnen even goed aanvouwen. Zo. Dit gaan we nu hier opplakken. Dus ik ga hier een lijn doen en dan moet het niet boven de kaart uitsteken. Zo. En dit is hier net iets buiten. Zo gaan we hem plakken. Net iets naast de rillijn. En I'm folding this up. Ik hou dit omhoog en ik ga nu alleen hier lijm doen en daarna vouw ik de kaart dicht. Has to go a little bit. It's just a bit too wide. Better. Zo, alleen in de hoek een beetje lijm. Alleen in dat hoekje. En dan vouwen we de kaart dicht. En laat hem eventjes goed, dan vouw ik hem aan. Then you have to wait a bit. And then I'm going to glue these on the inside. When it's dry.
for just a second, please. And be careful, don't put glue everywhere, just only on this piece. Dus als je lijmt, alleen opletten dat je alleen op dat stuk lijmt. En dan gaat het goed. Opletten dat je daar niet overheen gaat. En this one. En de laatste. Zo. So, this is the mechanism for the card. Isn't it nice? All the hearts popping up. Leuk hè, die harten die omhoog komen. Je kan binnenin natuurlijk ook nog even een tekststempel als je dat leuk vindt. Maar dit is de kaart die ik jullie wilde laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet vooral niet de bundel aan te schaffen. Is voor een goed doel deze keer. Ja, daar staat ook mijn werkbeschrijving in. Ik heb mijn werkbeschrijving gewoon met Nederlandse maten. En vergeet vooral niet om de rest van de filmpjes te gaan kijken. Want we hebben weer hartstikke leuke dingen. Dus, thank you for watching. And don't forget to watch the other movies. So, for lots of inspiration on the new catalog. Thank you very much. Bye bye.